Vandaag wordt er een bijzondere activiteit door jullie georganiseerd. Wat is jouw rol daarin? Ik organiseer dit samen met iemand van de historische kring Heemskerk. En wij organiseren dit wel vaker samen met verschillende andere mensen, zoals de historische kring Heemskerk. En met name in de zomermaanden houden sommige activiteiten op. Dus mensen die hun reguliere clubjes hebben, die kunnen daar dan niet meer heen. Met name oudere mensen. En dan is die zomer wel erg lang. Dus vinden we het leuk om in de zomer wat extra dingetjes te doen. Zoals deze rondleiding bijvoorbeeld. Vandaag gaan we eigenlijk een rondje om het spectrum lopen bijna. Ons buurthuis. En horen we wat meer over wat we nou precies hier in de omgeving voor gebouwen hebben staan. En wat voor verhaal erachter zit. Meneer van Swieten, gids historische kring Heemskerk. Wat houdt dat precies in? Wij verzorgen dus alle rondleidingen bij Maquette, bij Assenburg, in het dorp. Ook rond het dorp en alle lezingen over de 10 kastelen van Heemskerk, want we hebben hier 10 kastelen gehad. Alles wat we daarvan weten komt bij de historische kring vandaan en wij pretenderen dus ook de geschiedenis vast te leggen en zoveel mogelijk uit te dragen, want de meeste mensen in Heemskerk weten totaal niet hoe belangrijk dorp het is. Daar bent u vanmiddag op pad geweest, wat heeft u gedaan? Nou, we hebben dus een rondwandeling gemaakt op verzoek van hier Welschap. En we hebben gezegd van nou, we gaan iets vertellen over de beide scholen, dus de Mariaschool en de Jozefschool. Iets over de kerk, dus de Laurentiuskerk. Over het klooster wat ernaast zit met de burcht. En over de oude boerderij die daar gestaan heeft, wat leslokalen waren. En toen zijn we dus de Kerklaan ingegaan. En toen hebben we dus een aantal gebouwen van de Kerklaan hebben we besproken. Manufacturenzaak, het kunstwerk wat we hier hebben op de Mariaschool. Dan de bedjes. Dus oude gebouwtjes, zeg maar. He, vooral de oudere mensen die hier woonden bij hun kinderen in. Want de tuinders kwamen ze meestal bij de kinderen inwonen. En die kwamen gelukkig met deze huizen van nog geen 10 gulden in de week. En daar konden ze mooi in. En dat waren 18 huizen die er dan bij hoge uitzondering gebouwd mochten worden. Dan zijn we naar het doktershuis gegaan. Naar de melkboer die hier gezeten heeft. Dan naar het Sint-Jozef ziekenhuis. He, dat was het oude, de voorloper zeg maar, van hier het ziekenhuis. En dan zijn we naar de hervormde kerk gegaan. Daar hebben we wat verteld van de kerk zelf. Van de inhoud van de kerk. En van de graven die er omheen liggen. En ook van de muur van Maarten van Heemskerk. Die heel belangrijk was voor Heemskerk. En dan kaas en broodvolk. He, dat de gevechten in 1492, dat er 2000 man doodgeslagen is. Dan gaan we naar het raadhuis met de huisjes daarachter van de schoolmeester en van de politieagent. En dan naar de bedjes die hier tussen staan. En dat was eigenlijk de rondleiding die ik vanmiddag gedaan heb. U bent meewezen wandelen vanmiddag. Wat vond u daarvan? Nou, ik vond het fantastisch. In de eerste plaats hadden we natuurlijk het weer mee. Het loopt natuurlijk heerlijk als de zon schijnt. Maar ik ben op plekken geweest waar ik eigenlijk heel weinig van wist. En dan word je toch geattendeerd op dingen waar je niet bij stilstaat. Hè? Bijvoorbeeld de stenen toren van de kerk. Bijvoorbeeld, hè? Dat viel me nooit op. En nu weet ik dat. De plaquettes en alles wat er in de oorlog gebeurd is. Het is heel leuk dat je gewoon eens hoort van wat er allemaal gaande is. En dat er ook een hele oude historie heeft met kastelen en huizen. Het vind ik heel leuk om dat eens mee te maken. Nou ben ik toch wel heel erg nieuwsgierig. U heeft het 2 keer gehad nu over de bedjes. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, dat is geïntegreerd in het groen. He, dat waren metalen bedjes. En die zijn daar neergezet met de vruchtbomen. De oude vruchtbomen die daarin staan. Om te integreren en te laten zien dat Heemskerk een tuindersdorp en een fruittelersdorp was. En die overgang hebben ze daar de bedjes genoemd. Omdat ze dus van heel druk naar heel rustig gingen. Je voelt het ook als je daar doorloopt, er tussendoor, dan is het rustig. De rust overvalt je gewoon. Vandaar de bedjes. En hoe heten die bomen? Moerbijbomen zijn dat. En dat zijn vruchtbomen. Die staan ook nog bij Maquette. En die dragen vruchten. En daar maken ze gelei van. En dat gebruiken ze ook nog. En dat gebruiken ze in het hotel bij Maquette. Het klinkt allemaal zo mooi en interessant. Hoe vaak geeft u zo'n rondleiding? We hebben tot nu toe dit jaar al 70 rondleidingen gegeven. In Assenburg en Maquette. En is dit nieuw, het dorp dat erbij gekomen is? Nee hoor, dat doen we al vele jaren. Ik denk al 25 jaar. Stel dat ik nou mee wil met zo'n rondleiding. Waar kan ik daar iets over terugvinden? Bij mij. Als u dus op de site kijkt van HKH, daar vindt u mijn nummer. Telefoonnummer, ook mijn e-mailadres, et cetera. En dan bestelt u gewoon een rondleiding. U heeft ook meegewandeld vanmiddag in het dorp? Ja, heb ik gedaan. Ja, ik ben hier geboren, dus ik weet heel veel.
Maar ik ben verliefd op Heemskerk. En als je zoiets weer meemaakt, gaat het weer leven. Want de hervormde kerk, daar kwam ik natuurlijk als kind heel veel. Hè? Want ik ben dan christelijk opgevoed. En ja, het leeft weer. Ik vind het geweldig. En Piet deed het fantastisch. MUZIEK